Goedendag en welkom bij Privé TV. Met André Hazes de derde is er een nieuwe baby bijgekomen waar we op social media waarschijnlijk nog heel veel van gaan zien. Het is een trend die door meer BN'ers wordt overgenomen. Jan Uriot is hier. Jan, fijn dat je er bent. Ja. Ja, al zouden we willen, we komen er denk ik niet meer omheen. Nee, maar dat is ook hartstikke leuk, toch? Die kinderen. Ja. Ja, je bent trots op je kinderen, dat wil je tonen ook. En dat gaat allemaal via social media. Prima. En ook voor, in dit geval voor Hazes, leuk voor Rachel. Dan ziet ze haar eigen kleinkind ook nog een keer. Altijd meegenomen natuurlijk. Het is inderdaad een beetje een trend. Jolante doet het ook natuurlijk. Elk weekend wordt er wel een fotootje van haar kindje gepost. Ja. En nou, hartstikke leuk. Dat willen we allemaal een beetje volgen. Geluk. Dat willen we zien in deze tijden natuurlijk. Ja. Kim Kutter gaat nog verder, hè? Ja, maar die gaat mij te ver. Die, oh. Ja, dan denk ik, elke drol die gedraaid wordt, die moet inderdaad gefotografeerd worden. Ja. Dan denk ik, laat maar zitten. Die is naar mijn smaak iets te trots, inderdaad. Het mag een tandje minder, wat mij betreft. Nou, zijn er ook BN'ers die volledig de andere kant op geslagen zijn. Heb je daar voorbeelden van? Ja, inderdaad. Wij zien hier Tekla Reuter. En nou, laten we even naar een filmpje kijken. Ja. Gefeliciteerd trouwens met je zoon, Almaris, heet dat? Hoe kom jij aan die naam? Ik vind het echt belangrijk. Hij is niet een entiteit die ik wil dat in het openbaar wordt aangesproken. Als hij op een gegeven moment oud genoeg is en hij wil dat opzoeken, dan mag hij dat doen. Maar ik heb ook geen zin in vragen over hem. We hebben het hier over een entiteit. Ja. De naam wordt niet bekendgemaakt. Ja, ik vind het iets heel aparts dit, hoor. Nou, Jan, ik vind het eigenlijk wel verfrissend. Ik snap het ook wel. Ik snap alleen niet... Hoe lang kun je een naam geheim houden? Dat is toch heel moeilijk? Het is volgens mij iets Amsterdam-Zuids. Het komt in Hollywood niet voor. Zie je het Angelina Jolie al doen bijvoorbeeld. Met nee. Al die kinderen natuurlijk. Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd. Ik ga ze niet noemen. maar hier zien we het. Ja, nee, kijk eens. Die worden overal toegesleept natuurlijk. Maar het is iets Hollands. Iets betieterigs vind ik het eigenlijk. Want je bent trots op je kind. En ik denk dan wil je toch de naam van je kind minstens bekendmaken. We hebben het niet over de pincode, hè, van nee. Je pasje. Nou, we hebben Amsterdam-Zuid roep ik, maar we hebben er daar nog eentje zitten. Caro Emerald, die houdt al 2 jaar lang de naam van haar dochter geheim. 2 jaar? En dan denk ik, jongens, waarom nou eigenlijk? Dat meisje moet binnenkort, neem ik aan, naar een schooltje of naar een opvang. Ja. Hoe wordt dat kind dan aangesproken? X! Dat, zoiets dan? Moeilijk, ik bedoel, dat ja. Wordt toch een keer bekend. Ik bedoel, hoe lang wil je dit geheim houden? Dus op een gegeven moment komt dat toch naar buiten. Via een school of een moeder of wat er ook. En die gaat dat ons toch doorvertellen. Maar trek je ook niet juist veel meer aandacht als je zo krampachtig alles verborgen hebt? Dat denk ik dus ook. Kijk, ja, je kunt het ook een beetje in de hand houden. Want dat is wat deze mensen willen. Deze mensen die willen natuurlijk gewoon zeggen van ja, ik wil de controle erop houden. Ja. Toske en Bastiaan Ragas, die hebben dat heel goed gedaan. Die hebben naar alle hoofdredacteuren van kranten en tijdschriften een brief geschreven. Zouden jullie alsjeblieft onze kinderen niet zomaar willen fotograferen op straat? Ja. En niet zomaar willen aanspreken? En iedereen respecteert dat in medialand. Kijk, ze posten zelf natuurlijk wel het een en ander. Maar dat hebben ze dan onder controle. Dus ik begrijp het wel. Maar schrijf een brief of vertel het gewoon. Maar ga nou niet de naam van je kind opeens geheim houden. Nee. Het kan nog gekker, want Carice van Houten, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over aan deze desk. Ja, ja. Je favoriete onderwerp, ja. Ja, nou, heb jij Monty al gezien? Nee. Dat kind is bijna, ja, die gaat al bijna inderdaad, gaat al zijn rijbewijs halen. Maar we weten nou nog niet. Open, ja. Ja, nee. We weten nou nog niet hoe die eruit ziet. Zij wil dus gewoon geen foto publiceren van haar kindje. Dan denk ik, je bent toch trots op je kind, dat wil je toch laten zien. Heb jij kinderen? Niet dat ik weet, jij? Nee. Ik heb zeker geen kinderen, maar ik heb wel een leuke poes. Waarom heb ik jouw poes nog nooit gezien? Dat kan komen omdat hij een beetje camera-schuw is, dus dat zou kunnen, ja. Dat is anders dan zijn baasje dan. Dat is zeker. Dankjewel, Jan. Ja. Dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel.